loop naar de installatie van Martin Borger toe en ga hem vragen om wat te vertellen over zijn werk. Hoi Martin. Dag. Wat zien we hier? De zonnekommen. Dat zijn 21 kommen gemaakt van het uiterste zuiden van Zuid-Amerika naar de equator. En van de equator naar de Noordpool. Boven de Noordpoolcirkel, niet de Noordpool. Zo ver gaan we niet. En dit is eigenlijk de meeste, voor mij de meest elementaire manier van fotograferen. Ja, dat zeg je nou wel, maar dan wil ik toch snappen wat je nou eigenlijk bedoelt. Dat is een foto die met hele minimale middelen gemaakt is. En het is eigenlijk letterlijk een spoor van een tekening die door de zon gemaakt is. Dus echt een zonlichtgravure. En dat heb ik gemaakt, ik zal dit laten zien, door dit is een glazen bol. Dit is eigenlijk het fototoestel. Ja. Oh ja, eigenlijk de kom en de glazen bol zijn samen het fototoestel. Dit is de brandpunt afstand houden. Die zet je in de kom? Zet ik in de kom. En dan doe je de glazen bol op? Dan doe ik de glazen bol erin. Als het nou de zon zou schijnen, dan zou die gelijk beginnen met branden. Want als ik mij. Je kunt hier nu alle. Dan ga ik even naar je toe. De TL-buizen zien jullie hier zitten. Ja. En ik zie jou. Ik zie jou hier staan. Ja, als je nou zwaait. En zo is dat dus precies op de juiste afstand. Dus als de zon gaat schijnen, is dat een heel klein puntje. En dat puntje, dat gaat branden. En de zon staat natuurlijk niet stil. Nee. Dus die begint te branden op het moment dat die opkomt. En dus feitelijk wat je ziet is hoe de zon heeft gebrand de hele dag. Ja. Dus je maakt een foto van de dag. Je maakt een foto van de dag. En dit is eigenlijk een foto van de wereld. Ga ik toch nog even op een afstandje naar de wereld kijken. En wat ik dus heel bijzonder vind is dat hout eigenlijk gecondenseerd licht is. Dus een boom groeit door de zon. En die energie die zon in zo'n boom stopt, die haalt hij er eigenlijk ook weer uit door met deze glazen bol op te schijnen. Ja. Hoe komt het? Ik zie allemaal verschillende kleuren hout. Heb je daar bewust voor gekozen? Ja, dit zijn allemaal houtsoorten die op de plekken voorkomen. Dus dit is een kom die heb ik gemaakt in Patagonië, Vuurland. Genoemd Lenga Magallanes. Dat is een Zuid-Amerikaan. Het lijkt op de beuk, het is familie van de beuk. En die boom, dat is bijna de enige boom die daar groeit. Daar wordt alles van gemaakt. Hij kan heel slecht tegen water, dus hij wordt heel snel weg. Maar goed, dat is dus een plaatselijke houtsoort die ik gekozen heb. En zo heb ik per plek ben ik op zoek gegaan naar een om de 10 à 15 breedtegraden, om naar een houtsoort die lokaal voorkomt en typisch is voor die plek. En is het dan ook toevallig dat die kleuren zo verlopen, dat het van licht naar donker weer naar licht gaat? Het is vooral van licht naar donker, maar ook van licht naar zwaar. Dus hoe dichter je bij de poolcirkel of bij de evenaar komt, hoe zwaarder het hout wordt. Hoe meer energie de zon er in feite in stopt. Dit hout, als dat begint te branden, dan is het nog wel een paar uur bezig. Dat lichte hout aan deze kant, waar de zon maar kort schijnt, dat is zomaar weg. Ja. Eén fikkie en één vonkie, dat is woesh. Je kunt ook heel mooi zien hoe het weerverloop is. Bijvoorbeeld deze. Dat was een hele. Ga ik er even naartoe, hoor, Martin. Ja. Sneeuw, dat er sneeuwde en stormde en pats, daar kwam de zon weer door. Die prikte even hier door de wolken heen, dan ging het weer verder. Hier was even een flinke front wat langskwam. En daar zie je dus elke keer de speldenprikjes van de zon. Ja, bijzonder. Bijzonder. Ja. Nou, dankjewel dat je ons dit beeld van de wereld laat zien. Nog één ding. Ja? Het is ook heel mooi om aan te ruiken. Of het is heel fijn om eraan te ruiken, want elke, zoals deze, elke houtsoort heeft zijn eigen geur. Bezoekers mogen ruiken. Enige verschil is, ik heb er een associatie bij die reis bij. Ja, de bezoekers zullen het wat minder hebben. Ja.
misschien dat ze door jouw enthousiaste verhaal dat erbij kunnen denken. Dankjewel. Ja.